Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie 7 make-up beauty tips delen. Voor sommigen zullen het waarschijnlijk hele herkenbare dingen zijn. Maar misschien zijn er ook een aantal mensen die denken van, oh ja, dat is misschien een handige. Ik weet niet, ik denk dat beauty tips delen altijd wel een goed idee is. Dus laten we er snel mee beginnen. Allereerst ga ik het hebben over de basis. Ik denk namelijk dat het belangrijk is om je primer te matchen met je foundation. Waar ik persoonlijk vaak mee deal is dat ik van matte foundations hou, maar ik hou ook wel van dewy foundations, dus een beetje met een glansje. En ik hou ook wel van glanzende primers. Dus wat ik vaak soms last van heb, is dat ik bijvoorbeeld een glanzende primer en een dewy foundation neem. En dat wordt op mijn vette T-zone geen mooi verhaal. Maar bijvoorbeeld zoals vandaag heb ik een glanzende primer. Of in ieder geval een hydraterende primer gebruikt. Dus niet zoveel glans, maar wel hydratatie. En ja, het laat je huid een beetje stralen. En eroverheen een matte foundation. En dat vind ik voor mezelf een goede combinatie. Je kan natuurlijk ook andersom combineren. Een matte primer gebruiken die je T-zone lekker matteert en intact houdt. En in combinatie met een wat fris uitziende slash dewy slash wat glanzender foundation. En dat kan voor een hele mooie satijnen glans zorgen. En het zorgt ervoor ook dat het beter bij elkaar matcht. En dat het elkaar juist complementeert. En dat je daarmee het juiste effect creëert waar je eigenlijk naar op zoek bent. Dus kortom, als je denkt van, joh, mijn baas ziet er niet top uit, probeer dan anders een andere primer van een andere foundation. En vind gewoon de goede combinatie die precies bij jou past. Dan heb ik nog 2 tips over oogschaduws. Allereerst, ik vind namelijk dat shimmery oogschaduws echt de mooiste en de makkelijkste all-over look kunnen creëren. En dat gebruik ik echt voor elke dag. Als ik dus even haast heb, als ik het even niet meer weet. Of als ik denk, van, ik heb eigenlijk niet heel veel tijd, maar ik wil toch wel echt een beetje iets aan mijn uiterlijk doen. Waarvan ik denk, ja, dat ziet er verzorgd uit. Dan pak ik eigenlijk gewoon een simpele, vaak medium bruine tot lichte bruine kleur. En dan doe ik heel snel op mijn bewegende ooglid. Eventjes in de crease. Ook al zeggen ze, je mag geen glanzende kleur in de crease. Maar ik bedoel, all over kleur. Dat zit een soort van semi-smoky eruit. Gewoon even snel blenden. En ook eventjes een lijntje eronder als met dezelfde kleur. En je hebt een look. Tuurlijk kan dat ook met een matte oogschaduw. Matte oogschaduw zijn vaak iets moeilijker om te blenden. Omdat glanzende oogschaduwen zijn vaak wat vettiger. Dus die heb je ook zo uitgeblend. En het ziet er ook meteen uit alsof je er iets meer moeite voor gedaan hebt dan dat je werkelijk gedaan hebt. Volgende tip is als je bijvoorbeeld iets meer tijd voor je look neemt. En je denkt ik wil een lijntje langs mijn wimperlijn tekenen. Dat doe ik bijvoorbeeld vaak met een potloodje. Zoals toevallig ook vandaag. Of ik doe het bijvoorbeeld met een donkere oogschaduwkleur. En wat je dan vaak ziet is dat bijvoorbeeld ook al gebruik je een oogschaduwprimer. En je doet gewoon eventjes een lijntje. Het kan zeg maar een soort van stempelen op je ooglid. En wat ik dan het liefst doe is dat ik een ook weer een soort all-over kleur over mijn ooglid aanbreng. En het kan bijvoorbeeld een hele matte eigenlijk huidskleur zijn. Ook al is dat dat, dan is dat eigenlijk genoeg. En als je dat al hebt, dan is eigenlijk alles afgepoederd. Ik moet zeggen, ik weet dat er ook mensen zijn die gewoon hun oogschaduwprimer afpoederen en dan een lijntje tekenen. Voor mij werkt het persoonlijk niet omdat mijn oogleden gewoon eventjes te vettig daarvoor zijn. Maar als ik inderdaad over de oogschaduwprimer gewoon een all-over kleur aanbreng, ook al is het gewoon een beetje een nude huidskleurige kleur. En dan een lijntje, dan blijft mijn lijntje ook echt de hele dag zitten en gaat het niet stempelen of smutje of weet ik veel wat. Dus dat vind ik persoonlijk wel een, nou, voor mij werkt het in ieder geval wel als tip. En nog een oogschaduw tip. Daar had ik, moet ik zeggen, vroeger wel heel erg last van. Als je bijvoorbeeld je oogschaduw te hoog uitblendt. Ik heb zelf namelijk ook niet zo heel veel ruimte tussen mijn wenkbrauw en mijn arcadeboog. En waar ik vroeger last van had, is dat ik al te snel te hoog uitblende. En daarom begin ik liever echt in de arcadeboog en zelfs misschien ietsje eronder voordat ik ga uitblenden. En dan ga ik pas echt iets omhoog werken en eigenlijk met de restjes wat op mijn kwastje aan oogschaduw overblijft. Dus te hoog uitblenden vind ik persoonlijk ja altijd wat minder mooi. Behalve als je echt voor een wat extremere look gaat, in ieder geval zo'n simpele look. En ja, je kan het beter lager houden voor je gevoel dat je denkt, ja, dan kan je het nog altijd toevoegen omdat je meteen heel hoog begint. Dus dat ja, zijn natuurlijk ook wel persoonlijke voorkeur, maar ik denk dat dat wel een goede tip is. Oké, blush of bronzer? Waar hou jij van? Persoonlijk ben ik veel meer van de bronzer dan van de blush. En ik denk daarom ook dat er een onderscheid is tussen een blush liefhebber of een bronzer liefhebber. Ik denk persoonlijk dat je op dagelijkse basis zeker niet beide nodig hebt.
Eén van de twee is wel zo, zeg maar, het zorgt wel echt voor een frisse uitstraling. En zorgt ervoor dat je gewoon net iets wakker eruit ziet. En gewoon net iets, ja, net iets letterlijk meer kleur in je gezicht. En ja, persoonlijk denk ik inderdaad dat het niet en-en hoeft te zijn. Natuurlijk als je de tijd hebt, als je het persoonlijk mooi vindt. Ik draag eigenlijk op dagelijkse basis eigenlijk alleen maar bronzer. Soms een beetje highlighter erbij. Blush pak ik er niet bij. Gewoon puur omdat ik vind dat een bronzer voldoende kleur aan mijn gezicht geeft. Dus ik denk dat het of kan zijn, zeker op dagelijkse basis. Nou gaan we het heel even hebben over de wimpers. Waar ik namelijk altijd tegenaan loop is hoe goed mijn mascara ook is. Mijn wimpers, of sommige wimpers, ik hou namelijk echt van lage mascara. En sommige wimpers die zijn dan aan elkaar geklikt. Dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Tuurlijk, een paar wimpertjes het kan. Maar ja, ik heb liever mijn wimpers zoveel mogelijk gescheiden. En ik hou van wimpers scheiden. Of tenminste, dat heb ik echt. Dat doe ik al jaren. Echt heel lang. Ik kan me niet eens meer herinneren hoe lang ik dat doe. Maar wat ik altijd doe, en het ziet er misschien een beetje gevaarlijk en gek uit, dat doe ik met zo'n nagelschaartje. Deze gebruik ik dus ook echt alleen maar voor mijn wimpers. En ik heb ze echt al zo vaak verschillende gehad, maar die hou ik gewoon zo. En ja, het zorgt ervoor dat het heeft natuurlijk best wel een scherpe punt. Ik wil even net heel voorzichtig mijn wimpertjes daarmee scheiden. Ik zou het niet aanraden als je geen vaste hand hebt of wat dan ook. Maar ik ben persoonlijk zo'n schaaltje echt al jaren, ja, heel handig voor het scheiden van mijn wimpers. En de laatste tip die ik voor jullie heb, is dat je eigenlijk altijd wel twee kleuren concealer moet gebruiken. Nou, moet ik heel even eerlijk zijn. Ik heb wel zo'n kleur concealer die eigenlijk net een tintje lichter is dan mijn eigen huidskleur. Dus die perfect is voor onder de ogen. Maar ook weer niet te lichter, zodat ik het dan niet op mijn gezicht kan gebruiken. En tuurlijk, als ik dan heel veel moet verbergen, dan pak ik liever echt een compleet andere kleur. Maar als ik een klein vlekje heb, dan pak ik wel dezelfde concealer. Dus het is wel, ja, ik weet het. Voor mij werkt persoonlijk één kleur concealer sneller. Maar als ik even meer tijd heb en als ik denk van ja, er moet iets meer verborgen worden op mijn gezicht. En zeker dat doe ik namelijk wel elke dag. Ik heb namelijk hier een soort van lichte pigmentvlek. En daarvoor pak ik een iets donkerder concealer. Die dep ik erop. En ja, dat werkt voor mij dan beter. Natuurlijk, met één kleur concealer kan je waarschijnlijk van alles verbergen. Maar eigenlijk is het mooiste om twee kleuren te gebruiken. Zeker als je het niet alleen maar op één plek gebruikt. En dat waren eigenlijk al mijn tips. Ik hoop dat jullie deze video handig vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En ik zie je in de volgende video weer. Doei!